Ik denk niet dat we een toekomst kunnen schetsen, want ik ben geen toekomstvoorspelster natuurlijk. Maar we zouden bijvoorbeeld wel kunnen pendelen. Wat voor steen heel goed zou zijn voor het Hinthamereinde. En wat het Hinthamereinde hier dan bijvoorbeeld aan, wat zullen we zeggen, eigenschappen tekort zou komen. Of die we aan zouden kunnen vullen met een steentje. Pendelen kan iedereen. Je doet dat eigenlijk met een gewicht aan een touwtje. En door middel van het bewegen van dat gewichtje. Ga je dan naar een ja en nee, of je komt op een steen in dit geval, omdat we het nu net over stenen hebben. We hebben eigenlijk met de pendel op het stenenbord uitgependeld welke stenen dus uniek zou zijn voor het Hinthamereinde. Dat was de houliet. De houliet is de steen van de ambitie, de steen van de zorgvuldigheid. Een steen die denk ik eigenlijk best heel goed in het Hinthamerein terecht zou kunnen komen. Als we hem een beetje ergens zouden begraven, bijvoorbeeld onder een steen aan het begin, onder zo'n straattegel, dat je zegt, nou, daar begraven we dan zo'n houlietje. En dan roept hij misschien voor deze straat, roept hij dan wat meer ambitieuze mensen op, roept hij wat meer, dat we met z'n allen er een beetje iets van gaan maken, dat we er ook met z'n allen hier de schouders onder zetten en dat we het vooral met elkaar doen.